Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Rob Tycoon. Ik zeg een nieuwe aflevering, maar het is eigenlijk de eerste aflevering. Ik ben Christophe en zoals ik gezegd heb, gaan we vrijdag Rollercoaster Tycoon 3 spelen. We zitten meteen in het eerste scenario en dat is het eerste scenario. En wat moeten wij doen? Als beginner moeten wij 400 bezoekers in het park hebben en moeten wij 20.000 euro aan parkwaarde hebben. Voor ondernemer moeten we 500 bezoekers naar ons park halen en moeten wij 60.000 euro aan parkwaarde hebben. En voor tycoon of magnaat moeten wij 600 bezoekers hebben in ons park en moeten wij 100.000 euro aan parkwaarde hebben. Oké, het eerste wat ik wil doen is, we gaan naar dit hier, naar de statistieken. En ik wil mijn pensie openen, want wij moeten mensen naar ons park zien te krijgen en dat doen we best door een advertentie te openen. Dat staat geloof ik hier en dan gaan we eens kijken, we voegen een campagne toe voor het park. Eens kijken welk voor landelijke krant 350 kost dat. Dan de schoolkrant kost 280. Nee, de tijdschrift voor ouder kost 280. We gaan de schoolkrant nemen, dat is het goedkoopst en we pakken dat voor 6 weken. We pakken dat voor 6 weken. En we drukken op oké. Goed, dan moeten we natuurlijk ook nog personeel in ons park hebben. En mijn spel loopt weer een beetje achter. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is zo. Maar in ieder geval, wij moeten personeel in ons park hebben. En we hebben al een schoonmaker en een mond. Dus ik stel voor dat we nog een bewaker in dienst nemen. Voilà. En nog een entertainment in dienst nemen. En we gaan eens kijken of er iemand opleidingen nodig heeft. Ja, de bewaker heeft opleidingen nodig. En dat kun je zien aan dit hier. Hè. Als het gezichtje zo is, moeten ze geen opleiding hebben. Als het gezichtje zo is, moeten ze wel een opleiding hebben. Tot wanneer het gezichtje zo wordt. Zo simpel is dat. Dus je klikt op opleiding. En je blijft klikken tot wanneer het gezichtje zo wordt. Zo. Oké, die is opgeleid. En iedereen is tevreden, zo zit dat. Bon, dan moeten wij wat geld gaan verdienen, hè. Dus ik ga ook de prijzen van de attracties verhogen. En dat doen wij zo, eens kijken. Deze is 2,3. Dan maken we hier 2,3. Ja, dat gaat dus niet, dus dan maken we gewoon 2 euro. Het heeft de juiste prijs. En voor deze achtbaan maken wij wat. Dan maken wij eens kijken hoeveel is de prijs. 2,78 euro. Dus dan maken we deze achtbaan ook 2,70 euro. Zo moet je dat doen. Simpel. Simpel. Gewoon simpel. En omdat we geld gaan verdienen, ga ik ook meteen. Dus moeten we iets van attracties bouwen? Wij moeten niet iets van attracties bouwen. Maar om geld te verdienen ga ik meteen hier in deze laan, laten we maar zeggen, hier allemaal kraampjes zetten om te eten en om te drinken, zodat we geld verdienen. En ik plaats hier een hamburgerkraam. Die plaats ik hier zo, voilà. Dan druk ik op dit, allemaal aan, zo. Kraampje met dit type synchroniseren en dan doen we dit, voilà. En dan gaan we over naar de andere kraampjes. Zo, we bouwen gewoon deze laan vol met kraampjes. Dan bouwen we hier een kraampje. Zo. En dan bouwen we zo. En dan doen we dit aan. Zo. En we gaan overal 10 cent verduren. We gaan gewoon 10 cent verduren. Dat wordt dan een eurotje. Dat wordt dan een euro 90. Dat wordt dan ook een eurotje. En dat wordt weer een euro 90. En dan hier gaan we ook nog 10 cent verduren. Dat wordt dan 1,60 euro. Dat wordt dan 1,70 euro. 2,40 euro. En 4,60 euro. Zo. Oké. We gaan naar de volgende. En dan hebben we hier de frisdrank. Die plaatsen we zo hier. Hier plaatsen we de frisdrank. Zo. Dit wordt dan. Dat selecteren we allemaal. Zo. Ik ga even met dit type synchroniseren. Wordt een euro. Wordt 90 cent. Wordt een euro 30, wordt een euro 30 hier, wordt een, oh, 30, nee, 30, juist zo'n, hop, dat is juist, 30, en we drukken op openen, en dat selecteren we ook, zo, hier hebben we al een, frisdrankraampje geplaatst, en dan gaan we hier wat ballonnetjes plaatsen, dan gaan we ook wat geld mee verdienen met de ballonnetjes, zo,
En dan bakken we een eurotje voor de ballonkraam met het kraampje met dit type synchroniseren. En dan elkaar eens kijken wat we hier nog hebben. We hebben ballonnen al, we hebben hamburgers en ijs al en we hebben frisdrank al. Ballonnen hebben we al, dus dan ga ik hier voor wat geldautomaat plaatsen. De geldautomaat ga ik hier zo aan het begin van het park zetten, want het is natuurlijk dat de mensen betalen voor de attracties. En ja, als ze een geldautomaat hebben, kunnen ze gemakkelijker geld afhalen en kunnen ze meer attracties doen. Want als het geld op is, ja, dan kunnen ze geen attracties doen. Maar nu dat ze een geldautomaat hebben, kunnen ze geld gaan afhalen. En hier ga ik zo twee informatiekioskjes plaatsen. Zo, doe dat eventjes weg. Doen we zo. Voilà. Gaan we de prijs 1,90 euro, 1,50 euro, 70 cent. Kraampje met dit type synchroniseren. En dan doen we dit aan de andere kant ook. Dus we pakken het informatiekraampje. Zo. Maar ik weet wel, ik stel tempo op zeer snel vooruit. Dan zijn we rapper bij ons doel. Want ik weet, het is een moeilijk level. Dus daarom zet ik het tempo op iets, op zeer snel, zodat we makkelijker ons doel bereikt hebben. Hè. Dus dit zijn dus twee informatiekraampjes. Ik ga hier nog ook twee toiletten plaatsen. Zo, en die toiletten die plaats ik zo hier zo. Doe ik op dit. En dan vragen we hier 10 cent voor. Zo. Ik klik weg. En dan gaan we daar ook nog een toilet plaatsen. Allee, toilet hier. Zo. Doen we dat weg. Doen we dat lichtje ook weg. Oh. Dat moest niet weg. Allee, up. Hier is de paden. Doen we dat pad weer terug. Gaan we. Waar eens kijken. Hier zijn de toiletten. We plaatsen het toilet. Zo. En we vragen hier 10 cent voor. Zo. Dus twee informatie. Ja, dat ziet er goed uit. Oh, en dan gaan we eens kijken. Ik ga nog een hamburgerkraam plaatsen. Nog een frisdrankkraam. En dat wil ik hier plaatsen. Hier ga ik nog een hamburger plaatsen. Zo, hier plaatsen we dus nog een hamburger. Hier zo in het midden zo. Zo. En dan plaats ik, hebben wij al 500 mensen. Nee, dus we gaan een nieuwe campagne toevoegen. Dus net hetzelfde voor de schoolkrant. Want dat is lekker goedkoop. Dat is 20 euro, wacht, de kosten per week is 20 euro, wacht, nee, verkeerde knop. Voeg campagne toe in het park, en we kijken, landelijke kas 350, schoolkrant 175, we pakken de schoolkrant 175, 6, voilà, oké, goed, dat is al gebeurd. Want we moeten namelijk, hoeveel mensen, we moeten er 400 halen, en als we 400 hebben, gaan we natuurlijk stoppen met de campagnes, want dan hebben we ons doel gehaald, de 400 mensen. In ieder geval, ik ga nog een dingetje plaatsen, een drankraampje. En dat plaatsen we zo hier, zo. Terwijl hier plaatsen we gewoon, we gaan het hier plaatsen. Zo, hier plaatsen we een drankraampje. Doen we op openen. En dan vanachter ga ik ook nog twee toiletten plaatsen. Zo, we gaan gewoon één toilet plaatsen. Twee toiletten. Is nogal veel, want we zullen misschien hier een toilet plaatsen en dan zal ik op een andere plaats ook nog een toilet zetten. Zo, we zullen hier ook nog een toilet zetten. Zo, we plaatsen dus dan hier een toilet. Eens kijken waar staan de toiletten. Hier staan nog altijd de toiletten en die plaatsen we dan zo hier. Is dat aangesloten? Oké, dat is perfect aangesloten. Bom, dit is onze, ja, we hebben nu wat... We hebben nog niet het geld gevraagd voor de toiletten. We hebben dus nu al wat drank- en eetgelegenheden geplaatst. Nu ga ik wat bankjes en wat prullenbakjes toevoegen. Dus ik selecteer dat op bankjes en prullenbakjes. Zo. Eens kijken of dat we op prijs kunnen filteren. Dat is een eurotje. We gaan niet custom scenery gebruiken. Want Het is een carrière missie en ik weet niet of dat mooi match custom scenery met carrière missies. Maar in ieder geval, ik ga een paar prullenbakjes plaatsen. Die doen we dan zo hier, zo een beetje random. Zo, dat eigenlijk een beetje een winkelgebied wordt hier. Waar de mensen wat kunnen inkopen, waar de mensen wat kunnen eten, waar de mensen wat kunnen drinken en zo. Dat eigenlijk zo'n beetje, ja, een winkelgebied wordt. Zo, ik heb een paar prullenbakjes en nu plaatsen wat bankjes hier. Zo, en dan plaatsen we zo, voilà, kijk eens, voilà, gewoon wat random bankjes. Campagne is al beëindigd, hebben we de 400 mensen behaald? Nee, we hebben nog altijd de 400 mensen niet gehaald. Dan gaan we na het plaatsen van de bankjes, allee, de
campagne voortzetten. Zo, zo, wat random bankjes plaatsen eerst. Zo, hier nog een bankje. Zo, voilà. Oké, we hebben wat random bankjes geplaatst. We gaan ook de campagne terug. Verversen, want die is gedaan. Dus dan doen we campagne. Pakken we de schoolkrant, want natuurlijk hebben we voor 1 week waarschijnlijk. Pakken voor 6 weken. Zo, en dan mag weer naar daar. Oké. Goed, we gaan eens een attractie bouwen en we gaan eens kijken wat we allemaal in de aanbieding hebben. Carousel, draaimolen, dan hebben we hier 3 achtbanen. Oké, we gaan eerst iets anders doen. We gaan het onderzoek instellen. We gaan eens kijken bij een onderzoek, waar is het onderzoek? Onderzoek, achtbanen, dat laten wij. Junior attracties laten wij ook, enge attracties ook, waterattracties. Dat doen wij weg, want we gaan waarschijnlijk geen meer plaatsen. Rustige attracties. Doen wij wat doen we met rustige attracties? Die laten wij wel. Transportattracties doen we ook. Andere attracties. Winkel en faciliteiten, omgeving, paden, show element, waterglijbanen en waterachtbanen. Die doen we ook naar beneden. Dan gaan we, omdat we die 2 naar beneden hebben gehad, gaan we zo ietsje meer erbij steken. Dan doen we dat zo. Zo, want attracties die we, het is niet nodig als we een waterattractie hebben, want we hebben hier geen meer en ik ga het ook niet bouwen, want dat kost superveel geld. Maar in ieder geval, ik heb het onderzoek aangepast, dus we gaan nu wat attracties beginnen bouwen. We gaan eens kijken wat we hebben. We hebben 3 achtbanen en ik zal meteen hier al beginnen met een achtbaan te plaatsen. En wat voor achtbaan? We gaan een junior coaster bouwen. En die junior coaster die wil ik... Ik wil hem niet te groot maken, want het is een klein park. En ik weet uit ondervinding dat het een moeilijk level is. Dus ik wil een kleine junior achtbaan bouwen. En dat wil ik zo hier in de hoek doen. We gaan het hier doen. We bouwen hier dus een achtbaan in de hoek. Dan maken we zoiets. Zo. Dat is groot genoeg. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat doen we zoiets misschien. Zo, ja. Of kunnen we misschien al de kettinglift. Misschien. Dat we zoiets kunnen doen. Kettinglift naar boven. Zo. Ja. Oké. En dan doen we zo. Ja, misschien zoiets. Ja, dat vind ik wel leuk. Campagne is weer beëindigd. Dan gaan we dat weer een beetje veranderen. Schoolkrant. We hebben nog altijd geen 400 mensen. Dus we gaan dat nog altijd moeten verversen. In ieder geval moet ik kijken, lukt dat? We gaan eens kijken of dat eerst haalbaar is dit. Zo, ja, dit is haalbaar. Dan gaan we dat zo doen. Zoiets wel, zoiets als dit. Hup. En dan doen we misschien zoiets. Hup, hup. Ja, goed zo. Hup. Hup. En dan doen we misschien hier een helix als dat mogelijk is. Kijken of dat mogelijk is. Anders hebben we pech. Zoiets als dit. Nee, ja, misschien zoiets doen we hier. Kijken of dat gaat lukken. Naar kleine spiraal naar beneden. Naar beneden zeg ik. Kleine spiraal naar beneden. Ja, maar ik weet niet of het land naar beneden gaat gaan. Of nee, pak een grote spiraal anders. Grote spiraal naar beneden. Dat is wel een leuk deeltje dit. Dat vind ik wel leuk. We doen anders misschien dit. En doen we hier een beetje airtime weer. Zoiets als dit. Nee, gaan we onder de grond. Dat vind ik ook niet mooi. Weet je wat? We doen het zo. We gaan... Hier, wacht, we doen hem nog 1 keer omlaag, wat mogelijk is. Dan die onder de grond gaan. En dan gaan we hier een bordje maken. Wacht. Bordje. Doen we zo. Zo, en dan pakken we zo een spiraal. Zien of dat haalbaar is. Zoiets als dit. Nee, dat haalt er niet, spijtig genoeg. Klein keer kijken of dit werkt. Zoiets als dit. Zo. Ja, dat haalt hij. Dat is perfect. Dan gaat dat ook. Zoiets als dit. En dan gaan we dat zo doen. En dan gaat dat hier zo naar beneden. Ja, dit is hem. Zo. Oh. Verkeerde knop. En dan doen we dit zo weer. Een beetje air. We maken er gewoon een airtime baan. Zo. Whoop. Ja, dat haalt. Ah, nee, dat haalt hij weer niet. Dit haalt hij niet. Spijtig. Zo. Zo. Oké. Zo misschien. Hier zoiets misschien. Kijken of dit gaat lukken. We doen hem op testen. Wacht hè. We doen hem eventjes sluiten bij hem. Eventjes. En dan drukken we hier op testen. En zien of dat lukt. Ja, dat gaat al.
Ja, zoiets. En dan gaat hij zo, zo. Ah, nee, dat lukt hij niet. Misschien. Ja, om dat horen te doen. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Wat doen we daarmee? Vind ik wel een mooie layout eigenlijk. We doen anders dit. Wacht, wacht, wacht. We doen anders dit, anders. Wacht, wacht. Even kijken. Nee, anders bordje of zo. Zo, wacht. Hè. Zo, ah, nee, dat is ook niet goed. Zo, wacht. Zo. Ah ja, ik heb hem. Nee, dat gaat weer niet. Ah ja, wacht. Zo, wacht, wacht. Ik heb hem niet. We doen hem zo, zo. Hier nog een airtime gedoe. Joep. 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 Zoiets als dit. Zo, hop. En dan zoiets als dit, dit. Ah nee, dat past weer niet mooi. Zo, zo, speciale bocht. Naar daar. Ah, misschien nog een keer airtime, dat kan altijd. Zo, zo. Lastig, 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 lastig. Of we kunnen dat doen, we kunnen dat doen. Wacht, wacht, ik heb nog een idee. Ik heb nog een idee, want ik heb altijd goede ideeën. Altijd heb ik goede ideeën. We doen dat gewoon zo eens eventjes. Zo, wacht, zo. Zo, zoiets als dit. En dan doen we dit. Doen we dit hier zo. En dan doen we. Ah, nu staat dat er. Ah, nu, we kunnen even eventjes dat verwijderen. Wacht, hè. Zo doen we dat. En dan doen we dat zo eventjes. Gewoon even verwijderen. Ik zal het er straks weer aandoen. Is gewoon voor de attractie compleet te maken. Ik weet niet of we nu te ver zitten. Zo, zo, zo. Zo, wacht, hè. Zo, 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 zo. Zo, en dan doen we zo. Wacht, nee, is niet juist, is niet juist. Doen we zo. Nee, pakken we een kleine bocht. Zo, zo. En dan pakken we nu de remmen. We pakken hier blokremmen. 1, 2, en dan in de attractie. Voilà. Ja, het ziet er wel leuk uit. Het ziet er wel leuk uit. Bo, dit is dus de attractie. We gaan eens de wagentjes veranderen. Twee, wacht, wacht, wacht. We gaan bloksectie aanzetten, zodat we meer wagentjes kunnen nemen. Ik weet niet of dat gaat gaan. Ja, blok 2, 2, zo. Zeven wagentjes. Eens zien of dat lukt. Zeven wagentjes, want ik weet dat dat soms... Zo, dat gaat dan zo. Ja. Lukt goed, lukt goed, lukt goed. Oké, dan gaan we de kleuren aanpassen. En dan gaan we eens een... Dan gaan we de... Dan gaan we het pad verbinden en dan gaan we dat stukje dat we daar juist niet goed hebben gedaan weer goed maken. En dan gaan we zelf iets een ritje maken. We pakken groen, ja, en geel. Ja, leuk, leuke baan, leuke baan. En dan voor de karretjes pakken wij een rood. Ja, dit is mooi. En we pakken dit hier groen. Groen, lijkt dat op iets? Nee, ik vind dat misschien hier geel. Ja, of goud, 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 goud. Ik denk dat goud we hebben. Oh, dit, is dit goud? Ja, dit is het. Dit is het. Oh, dit is de baan. Oké. Goed. Oeh, zijn de 4 km snel met 46 km per uur. 4,40 € gaat deze achtbaan kosten. 4,40 €. Zo. 4,40 €. Ja. 40. Voilà. We openen het. Je hebt de prijs, want dus kunnen, ja, ik weet het, ik heb net die armbaan geplaatst. Ik weet het dat dit niet kan bereikt worden. Maar laat mij toch eventjes doen. Wacht, dan moeten we dit eventjes, dit is zo'n pad. We moeten dit eventjes ook nog arrangeren hier. Dat doen we dan zo. Wacht, 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 wacht. Eventjes arrangeren, hè. Zo, wacht, die doen we zo. Zo, 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 zo. Voilà, is gearrangeerd. En dan plaatsen we hier ook een ingang. Die ingang doen we zo. Wacht even. Zo. 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 En hier plaatsen we een uitgang. En die uitgang doen we dan zo. Oh, we maken geen plein. Alhoewel, het staat wel. Doen we zo. 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 Maken we hier een recht stuk. Zo. 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 En dan gaan we dit een kleurtje geven. Het pad. Waar geven we dat een kleurtje? Dat geven we hier een kleurtje. Pakken we dus ook zo die groene kleur. We geven dan ook die groene kleur zo. Dus die donker, dat is eigenlijk meer donkergroen. Ja. En rood. Zo. Ik vind dat dat heel rood moet zijn. En dat
dat rood geel. Dus dan maken we dat geel. Zo zeg. Oké, we gaan eens een ritje maken. Ik druk het spel op normaal. En dan gaan we iets in de achtbaan zetten. En dan gaan we weer afsluiten. Oké, we zitten in de achtbaan. Ondertussen ga ik mijn bedankje doen. Mensen, wel bedankt om te kijken. En ik zie jullie graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En dus hier gaan we naar beneden. Weer helix, beetje traag. Maar hier gaan we weer naar beneden. Het is geen snel baantje, maar wel een leuk baantje. Zo. Een beetje airtime hier. Hop. Zo, dit was het einde van de achtbaan. Zoals ik al zei, in mijn bedankje. Bedankt om te kijken en tot volgende week vrijdag bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3. Bedankt, dag!